een professionele jury. Jullie zien ze al zitten hier aan tafel. Mag ik jullie voorstellen aan Corinda Maas? Monty Simons. En Jurgen Visser. Dan mag de eerste deelnemer naar voren komen en dat is Lois Havermans uit groep 8. Ja, hoi, ik ben Lois Havermans en ik zit in groep 8 van de Elshof in Wagenberg. En ik ga voorlezen uit de GWR, oftewel de grote vriendelijke reus. Dit boek is geschreven door Roald Dahl en ik lees een stukje dat Sophie, het weesmeisje, midden in de nacht uit haar bed wordt geplukt door de GWR. Dus ja, ik ga het lezen. Dit keer schreeuwde Sophie echt, maar niet meer dan één tel. Want meteen klemde de reuzenhand zich om de deken en werd haar schreeuw gesmoord door het beddengoed. Sophie, in elkaar gedoken onder de deken, voelde hoe sterke vingers haar vastpakten. En daar werd ze van haar bed gelicht, met deken en al, door het raam naar buiten gedragen. Als jij iets nog engers kunt bedenken dan zoiets meemaken midden in de nacht, dan zou ik dat wel eens willen horen. Het vreselijke was dat Sophie precies wist wat er gebeurde, ook al kon ze niet zien. Net als bijna al onze lezers vraag jij je waarschijnlijk af waar wij de ideeën voor onze boeken vandaan halen. Nou, soms verzinnen we ze gewoon, maar af en toe zijn ze gebaseerd op iets dat werkelijk is gebeurd, zoals in dit boek. Het begon allemaal op die morgen dat ik opstond en naar beneden ging voor het ontbijt. Terry was al in de keuken. Hij schilderde een kat. En als ik zeg, hij schilderde een kat, dan bedoel ik niet dat hij een schilderij van een kat aan het maken was. Hij schilderde echt een kat. Lichtgeel. Misschien een stomme vraag, Terry, zei ik. Maar waarom ben je die kat lichtgeel aan het schilderen? Hij dacht dat hij er vlot en gevaagd mee uitzag. Vooral wanneer hij een zwierig scheef opzette en zijn bontgeraakte jasje en zijn groene das erbij droeg. Met de hoed in één hand en een dun tuffertje superlijm in de andere, kneed Mathilda een dun lijntje lijm netjes helemaal rondom in de binnenrand van de hoed. Daarna ging ze doen het weer met de wandelstok op het haakje. Meneer Vermaak merkte niets toen hij de hoed opzette. Maar toen hij in de garage kwam, kon hij de hoed niet meer afkrijgen. Superlijm is heel sterk spul. Zo sterk dat je huid eraf gaat als je te hard trekt. Ik was nieuwsgierig wat, maar durfde het niet te vragen. Is Gozer nu hier? Vroeg dokter Kees. Jip, zei Gozer. Niet schrikken, ik sta achter je. Hij gluurde over de schouder van de man en las wat hij had opgeschreven. Daarna keek hij mij breed, grijnzend aan. Klopt helemaal wat daar staat. Precies jij. Ja, zei ik tegen de kabouterdokter. Hij is hier. De dokter knikte en schreef een ontje. Gozer las mee en hield zijn hand voor zijn mond om niet te lachen uit te barsten. Heb je zin om even het huis uit te gaan? Naar een andere omgeving? Je werkspullen mogen ook mee. Het is de perfecte plek om te oefenen met het schilderen van mensen, zegt opa. Ik zit hier prima. Bedankt, zeg ik. Want ze gaan vast op bezoek bij hun vrienden in verpleeghuis volgende blaadjes. En dat is nogal saai. Maar wat jammer, Tom. We zijn uitgenodigd voor een IT. En je mag meerijden op onze nieuwe scootmobiel. Ik pak mijn spullen. Een IT? Sla ik niet af. De fossieltjes hebben een nieuwe, nog betere scootmobiel. Hij heeft een fijn, breed zitje voor twee. Oma ligt mee op haar skateboard. Dat kan, zolang opa maar niet te hard rijdt. Op haar sloffen en in haar ochtendjas. Goedenavond, prachtige maan, zegt ze. Meester maakt een onderdrukt geluid. Mimi heeft het gehoord en kijkt onderzoekend om zich heen. Misschien denkt ze dat het een zeemeel was. Meester ademt op een afschuwelijke, piepende manier in. Ik zei je toch, fluistert hij. Ze praat met de maan. Lieve maan, zegt Mimi, wat fijn om je weer eens te zien. Dit is zo pijnlijk. Ik verberg mijn handen in mijn gezicht en Mason doet hetzelfde. Het enige verschil is dat ik me probeer te verstoppen terwijl hij zit te knikken. Pas het plof neer op de bank en zet Appie op haar schoot. Ze schaamt zich dood. Ze wonen hier nu al bijna 2 weken en het is nog steeds een bende in huis. Haar moeder heeft nauwelijks iets gedaan. Ze is al 4 avonden achter elkaar weg geweest en ze stelt zich heel laat terug. Ochtends moet Rosa steeds ontzettend haar best om haar moeder op tijd voor haar werk uit bed te krijgen.
omgekeerde wereld in. Er is nauwelijks geld om spullen te kopen. Er zijn gordijnen nodig en de vloerbedekking is smerig en oud. Binnen een paar minuten is John terug met vegan blik en gereedschapslist. Kai gooide het knipperende apparaat naar buiten, liet zich ook vallen en landde met net zo'n harde klap. Gaat het? Vroeg ze. Ja, jij? Hij stond op en pakte het afluisterapparaat. Mijn pols doet heel veel pijn, maar het gaat. Nina! Hoorde ze verderop. Rennende voetstappen kwamen dichterbij. Nina en Kai, geef dat schrift terug. Het is van mij! Kai pakte Nina's goede hand en samen renden ze weg. Ze hadden geen idee welke kant ze op moesten als ze maar weg was. Wat is er, papa? Vroeg ze. Is uw hoofd niet opgezwollen of zo? De vader staarde zijn dochtertje achterdochtig aan, maar hij zei niet. Hoe zou dat ook kunnen? Zei mevrouw Wilmhout tegen hem. Het moet zoet nemen. Dat kan ik dan niet. Dat zou je leren niet als zorgen met dat vieze spul om te gaan. Probeer zeker nog een beetje op je hoed te rijden. Ik heb dat spul met geen pinger aangeraakt, schreeuwde meneer Wilmhout. En hij draaide zich om en staarde weer naar Mathilde, die hem aankeek met grote, onschuldige oranje ogen. Dan ga ik maar meteen de spanning wegnemen. Dit jaar de voorleeskampioen hier in deze gemeente is geworden. Joep! Ja! Wil je nog iets kwijt aan je publiek? Dankjewel. Nou, jongens en meisjes, dit wordt spannend. En ik wil nog graag één keer een heel groot applaus voor iedereen.